Goedemorgen vrienden. Vandaag is het de 9e april. We gaan weer verder met wat is een discipel en hoe leeft een discipel? Wat voor keuze maakt een discipel? Vandaag, een discipel wil de weg van het sterven gaan. Zo leert Lucas hoofdstuk 14 vers 27 ons. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Jezus zegt heel nadrukkelijk dat we achter hem aan moeten gaan, dat hij ons voorbeeld is. Hij droeg zijn kruis en diegenen die achter hem aangaan, die hem willen volgen, die dragen ook niet zijn kruis, maar uw eigen kruis. Want wie zijn kruis niet draagt, heel nadrukkelijk staat dat dit. Hier staat nadrukkelijk dat wij het kruis mogen dragen, moeten dragen. Jezus loopt voorop met zijn kruis. Dat betekent het voorbeeld van sterven. Jezus volgen is met ons kruis. Dat betekent ook sterven. Hij werd veroordeeld om het kruis zelf te dragen. Hij moest het zelf dragen. En dat is ook discipelschap. We werden veroordeeld. We werden belasterd, minachting, belastering. Maar de weg, welke voor Jezus lag, was vreugde. En als u het kruis gaat dragen, wat u hebt moeten dragen, wees dan verzekerd. Als er minachting is, wees verzekerd. Als er belastering is, als er leugens over je worden gesproken. Als je een moeilijke weg hebt te gaan, er is maar één manier om over die weg achter Jezus aan te gaan. Hij droeg het kruis om de vreugde welke voor hem lag. En als je het met vreugde doet, met blijdschap in je hart, en die blijdschap hebben we alleen door de tegenwoordigheid van de Heer in ons leven. Als je zo wandelt, zo een discipel bent, dan is discipelschap een grote vreugde. En dan gaat God ook voor oplossingen zorgen. Want na het kruis komt altijd de opstanding. Vergeet het niet. Daar hebben we het al over gehad de afgelopen weken. De zegen vieren in Jezus' naam. Een fijne dag, een gezegende dag. En denk over de overdenking altijd eens goed na. Beleef het. Minachting, belastering, leugen. Hij droeg het kruis om de vreugde. Welke vorm lag. U hebt ook uw kruis. Draag het. Blessing.